Zolang niet bekend is waar het nieuwe stadion voor Feyenoord gaat komen, kun je de plannen voor het stadionpark niet ontwikkelen. Daarom heeft de gemeente Rotterdam uiteraard in overleg met Feyenoord de knoop doorgehakt. Er zijn 3 locaties over. Dat is de huidige Kuip, dus de locatie waar nu onze prachtige Kuip staat. En 2 locaties aan het water, aan de Maas. 1 ten westen van de veranda, 1 ten oosten van de veranda, aan het water. Met deze 3 mogelijkheden voor een nieuw stadion in gedachten kan het stadionpark verder worden ingekleurd. Je kunt een omgeving creëren die open is, ruimte geeft, groen is en sport uitstraalt. Sport en vrije tijd, recreëren, maar ook wonen. En dat allemaal in een heel groen gebied en een heel open en ruimtelijk prachtig gebied. Groot verschil tussen het vorige plan en het nu gepresenteerde plan voor het stadionpark is de hoeveelheid woon- en kantoorruimte waar rekening mee wordt gehouden. Die gaat terug van 600.000 naar tussen de 50 en 100.000 vierkante meter. We willen de kantoren juist rond het Centraal Station en niet in dit gebied. En juist in dit gebied zien we juist kansen voor dat wonen, wat juist woningen kan opleveren waar juist heel veel vraag naar is in de stad. En waar we eigenlijk juist te weinig woningen voor kunnen bouwen. 2030 is alles klaar. Dat mag ik hopen, ja. Zei hij voorzichtig. Nee, dat moet kunnen. Natuurlijk, wij zijn nu in 2016 begonnen. Met de nodige tegenslag. We hebben een hele hoop te doen. We hebben procedures te doorlopen. We hebben een heleboel partijen die hier iets van gaan vinden. Maar mijn absolute echte ambitie is dat we dit besluit deze collegeperiode nog gaan nemen. Het liefst voor de zomer. Het gaat over de gebiedsvisie. En ja, dan moeten we kijken hoe snel er een stap gezet kan worden. Of met de huidige Kuip. Of met die nieuwe Kuip. Maar voor 2030 moet dat echt wel gebeurd zijn.